Welkom bij de triathlon van Schagen 2014. 150 individuele triatleten zijn vertrokken voor hun wedstrijd over 750 meter zwemmen, 24 kilometer fietsen, verdeeld over drie ronden en dan nog twee ronden van 2,5 kilometer lopen, totaal 5 kilometer. Mooie beelden hier vanuit de haven van Schagen, waar een hoop toeristen langs de kant ook staan te kamperen. En mooie schepen op de achtergrond, waar de triatleten langs mochten zwemmen. Hier op de voorgrond met de rode badmuts is het Omar Brons uit Almere. Vorig jaar vijfde in de wedstrijd hier, maar neemt nu de leiding met het zwemonderdeel. En elk niveau kan deelnemen in Schagen. Of je nu borstcrawl zwemt of schoolslag, allemaal in dezelfde start van start. Na 9 minuten en 7 seconden is het Omar Brons als eerste terug aan wal. Hij zou 30 seconden voorsprong hebben. Brons in de wissel. 24 kilometer fietsen is wat hem nu te wachten staat. Als tweede uit het water is het de eerste dame, Cheyenne Poorts, 15 jaar pas. Met het Limburgse Krekrade. We zien ook de achtervolgende heren komen met onder andere Chris Brands en Jeroen Tibi. Veel toeschouwers weer langs de kanten te kijken. Het was dan ook weer wederom een mooi sportspektakel op de donderdagavond in Schagen. Thalisa van der Fluit, winnares in 2011, ligt nu derde momenteel. Van der Fluit, een sterke fietser en loper, zal zeker haar opmars nu gaan maken op de 24 kilometer fietsen. En alle deelnemers komen erachteraan en werken allemaal hun onderdelen af. Mooie beelden hier vanuit het zwemmen richting het eindstreep van de 750 meter. De wissel naar het fietsen en het begin van het fietsonderdeel. We gaan kijken naar de kop in de wedstrijd. Nummer 2 en 3 bij de heren. Dat zijn Chris Brands en Jeroen Tibi. Hier gezamenlijk voor in de wedstrijd. Hier Chris Brands. Heren 40 al. Ze komt al uit in de Masters categorie. Hetzelfde geldt voor Jeroen Tibi, die voor hem rijdt. Allebei rijdend in de aero-positie. Snelle fietsen. De koploper Omar Brons. Zijn voorsprong zou ongeveer hetzelfde blijven als na het zwemmen. Brons draait hier de Westfriese dijk op. Een van de eikpunten in het parcours. Een lang stuk tegenwind over de dijk terug naar de haven van Schagen. We gaan kijken naar de dames. De snelste zwemmer, Cheyenne Poorts, 15 jaar, moest op de fiets snel terrein prijsgeven. Pas 1 jaar fietsend en lopend binnen de triathlon. Afkomstig uit het zwemmen is het fietsen en lopen
nog onderdelen waar ze de komende jaren aan moet werken. Ook de 14-jarige Quinty Schoens draaide lang in de top 3 mee. Over de Westfriese dijk, pal tegen de wind, moesten de triatleten 3 keer trotseren. De koploopster bij de dames, Talissa van der Fluit, haalde in de eerste fietsronde Poorts en Schoens al in. En ging alleen verder aan kop van de wedstrijd. Van der Fluit die de triathlon combineert ook met de duathlon. Vorig jaar derde werd in Schagen. De winnares was in 2011. Op jacht naar wederom een titel hier in Schagen. Veel publiek langs de kant. De animo voor de triathlon in Schagen was weer groot. De 24 kilometer fietsen zitten erop voor Oma Brons. En dan zien we dat het nog steeds Oma Brons is. Vanaf het snel aan de leiding hebben ze zijn voorsprong op de fietsen op te behouden. De afsluitende 5 kilometer hardlopen langs de haven van Schagen is wat hem nog scheidt van de overwinning hier. Zijn voorsprong is rond de 30 seconden gebleven. Brons is onderweg. Chris Brons, Jeroen Tibi, gezamenlijk in de tweede wissel. Brands is als eerste weg. Maar het verschil is miniem. Chris Brands hier op het lopenkoer. Zou wat terrein prijs winnen tijdens het lopen op Oma Brons. Maar 30 seconden loop je niet zomaar even dicht. Oma Brons nog ruimschoots aan de leiding. Keerpunt. Eén van de keerpunten bij de haven van Schagen. En het was druk met veel kampeerders langs de haven. En die zaten op de eerste rij om de wedstrijd hier te zien. De derde man in de wedstrijd, Jeroen Tibi. Maar hij zag de hete adem gaan voelen van Henk Elbertsen, die tegen het einde nog op zou rukken richting Jeroen Tibi. Talissa van der Fluit ruim aan de leiding bij de dames. Zullen we hier de volgende dame gaan weer doorkrijgen? De winst is er dan voor de Almeerse Omar Brons. Hij wint de triathlon van Schagen in 2014. Tweede plaats voor Chris Brons. Die krijgen we ook de volgende dame na één ronde. Hier is de jongste deelnemer van vandaag, Quinty Schoens. En de derde plaats is verrassend voor Henk Elbertsen, die Jeroen Tibi in het laatste stuk naar de finish ingehaald heeft. Nummer 4, Jeroen Tibi. Geef hem zo'n groot applaus. Tijdens de eerste ronde fietsen nam zij de kop. De winnares bij de dames in 2014 wordt net als in 2011 Talissa van der Fluit. Hier is het, Talissa van der Fluit. Hier is Eline Luthe. Tweede plaats is er voor Eline Kuin.
En een derde plaats zou zijn voor de 14-jarige Quinty Schoens. Uit Stijn. Quinty Schoens. Ik had eigenlijk, als ik eerlijk ben, verwacht dat er nog wat mannen terug zouden komen op de fiets. Yeah. Drie lange rondes fietsen op de dijk vind ik wat meer tegen. Yeah. En, maar ze bleef, ik bleef weg. Dat was verrassend eigenlijk. Ik heb hier rekening mee gehouden. En toen ben ik met lopen de voorsprong behouden. Maar ik zit qua trainen en binnen wat rust geweken. Dit is net zo'n pauze tussen de eerste seizoenhelft en de tweede. Dus dan moet het even van ver komen, zeg maar. Maar het ging gewoon prima. Gaat hier richting de finish. Winst is graag na de winst in de Uniedorp toch op zeker gesteld. Ja, het is leuk om die dubbel te pakken. Ja. Kijk, dat zijn toch zijn misschien wat kleinere wedstrijden, maar je ziet het aan deelnemers en publiek. Het maakt niet minder. Dus ja, het zijn gewoon leuke wedstrijden om mee te draaien. Start nummer 4. Zwemmen vond ik een beetje, was heel chaotisch. Ja. En het duurde even voordat ik lekker in de slag zit. Ja. Volgens mij kom ik als 4 het water uit, wat ik ook wel een beetje had verwacht. Ja. Start nummer 134. Met fietsen zag ik wel snel al de motor bij de eerste vrouw. Dus toen had ik een mooi doelpunt met de fietsen. Ja. Dus in de eerste ronde had ik de eerste dame ingehaald. Ja. Toen dacht ik, ik moet gewoon zo hard mogelijk fietsen. Ja. Gaat zo groot mogelijk maken. Nou ja, en dat lukte. Volgens mij had ik iets van 2,5 minuten van. Ja, maar je zat ook snel op kop al, hè, tijdens fietsen. Ja, in de eerste ronde zat ik hier bij de dijk. Zat ik, en toen ben ik gewoon volle bak doorgereden die ronde. Dus ik, gewoon een gat maken en dan graag. Een mooie tweede winst te schakelen. Ja, dat is ook echt.